Jenny, hallo. We zitten hier op een ISK. Wat is nou eigenlijk een ISK? Een ISK is een internationale schakelklas. En dat is een school voor 12 tot 18-jarigen. En dat zijn allemaal leerlingen die net in Nederland zijn. En die eigenlijk nog niet naar het reguliere onderwijs kunnen, omdat ze onze taal niet kennen. En wat wij doen is ze binnen 2 jaar de Nederlandse taal zover leren dat ze door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs in Nederland. Wij delen groepen in op niveau Nederlands, dus niet op leeftijd. Dus 12 en 18-jarigen die zitten bij elkaar in de groep. Wij hebben 135 leerlingen en wij hebben ook verschillende klassen. Wij hebben klas 1A, 1B, 1C. Die klas is eigenlijk een beetje lage opleiding. Dus het is daar kinderen zitten, we kunnen niet zo goed praten of kunnen helemaal geen taal kennen. En klas 4a en 4b, die zijn hoogste klas. Dus daar, als een kind klaar bent met deze klas, dan kun je naar een andere school gaan. Dat kunnen we MBO zijn of een andere school. En hebben allemaal qua Nederlands een vergelijkbaar niveau. Maar dan zie je inderdaad nog wel in een klas dat bijvoorbeeld leerlingen uit Oekraïne, die hebben een hele schoolse achtergrond. Die hebben altijd onderwijs genoten, zijn altijd gewoon naar school gegaan en kennen dus ook alle vaardigheden die daarbij horen. Terwijl er bijvoorbeeld ook leerlingen uit Syrië of Eritrea zitten die nog nooit naar school zijn geweest en dus ook al die vaardigheden nog moeten leren. En het mooie is wel, als je in zo'n klas dan kijkt, dat ze ook elkaar daarmee kunnen helpen. Milena, uit welk land kom jij? Ik kom uit Armenië. Uit Armenië. En daar heb je ook school gevolgd? Ben je ook op school geweest? Ja, klopt. Ik ben wel op school geweest. Is er nou een groot verschil tussen scholen in Armenië en hier? Nee, het is niet zo'n groot verschil. Want wij hebben dezelfde vaken en we doen dezelfde dingen. Dus het is wel eigenlijk allebei hetzelfde. Elke leerling komt bij ons binnen, die krijgt een intakegesprek. Tijdens dat intakegesprek vragen wij ook naar het vluchtverhaal. In hoeverre als dat er is. Sommige leerlingen zijn ook kinderen van arbeidsmigranten of ouders die voor de liefde naar Nederland zijn gekomen. Maar wij vragen wel altijd naar de reden waarom ze in Nederland zijn en hoe ze in Nederland zijn gekomen. En in principe daarna hebben wij beleid dat we niet actief bevragen op dat vluchtverleden. Omdat we eigenlijk willen dat school een veilige plek voor ze is. En dat dat niet steeds hier naar boven komt, dat ze hier juist weer kind kunnen zijn. En op het moment dat een leerling zelf erover begint of iets meer nodig heeft, wordt dat duidelijk. En dan hebben we een leerlingbegeleider die dat op kan pakken. Er is een orthopedagoog verbonden aan school die kan helpen, kan ondersteunen op sociaal-emotioneel gebied. En die kan ook verwijzen naar hulpverlening buiten de school. Ja. Jij leidt vandaag mensen rond. Moest je dat of mag je dat? Jij mag hier helpen. Jij komt naar school. De school geeft voor mij, voor jou, Nederlands taal te leren. Jij moet ook iets geven. Ik zit hier, ik kom uit Syrië. Ik zit hier op school 1 jaar en 3 maanden. Ik ben gelukkig, ik kan Nederlands praten. Als hij kan Nederlands praten, jij moet met hem gewoon Nederlands, niet jouw eigen taal, jouw moedertaal. En weet je al waar je na deze school naartoe gaat? Misschien ga ik naar Bronova en ook of naar GKC. Nu ben je aan het presenteren over de school. Hoe is dat gekomen? Heb je dat zelf voorgesteld of hebben ze jou gevraagd? Nee, ik heb dat zelf. Ik was dat zelf willen. Ik was wel mijn school willen helpen. Omdat ik weet dat gaat open dag worden. Ik was willen dat mensen gaat ook onze school leuk vinden. Dus ik dacht, ik ga even een presentatie maken dat mensen gaan goed onze school kunnen kennen.